Wally, waar ben je? Hoppa! Stop de video. Gok je eerst even. Hallo lieverd en welkom bij alweer een nieuwe gaming video. Of course gaan we weer verder met Disney Dreamlight Valley. Ik kan echt niet meer wachten, dus let's go! We zitten helemaal in de game en zoals je kan zien sta ik niet op de gebruikelijke plek, maar sta ik voor een pompoen. Namelijk een huisje in een pompoen. Maar zoals je kan zien, kan ik nog altijd niks met dit huisje. Dus ik weet nog altijd niet wie er woont of hoe of wat. Dus ja, dat is nog een mysterie op het moment. Wat we vandaag gaan doen is Goofy zijn stal hier openmaken. Want dan kan ik daar iets kopen wat ik heel veel geld gaat opleveren voor mij. Allee, voor in de game. Om even duidelijk te zijn. I wish dat dat geld voorbij was, maar helaas niet. Kijk, tadaa, daar gaat hij open gaan. Tadaa! En ik zie al wat ik nodig heb. En dat zijn die pompoenenzaadjes. Dus we zullen dat even doen. Ik ga er daar denk ik 4 keer 99 zakjes van kopen. Dus het gaat een dure rekening zijn. Oef, dat gaat mij echt pijn doen. 27.200 maal 4. Dat is pijnlijk. Maar oké. Ik ga dat dubbel en dik terugverdienen. En ik ga u uitleggen hoe. Maar eerst moet ik natuurlijk deze kopen. Nog 1 keer. En dan ben ik bijna blut. Nee, is niet waar. Ik heb nog 100. 40.000 en zoveel muntjes. Oké. Misschien had ik wat dingen ineens kunnen verkopen. Dat is misschien een goed idee. Wacht, ik ga eerst wat dingen verkopen. Dan heb ik wat plek in mijn inventory. Want dat ga ik nodig hebben. Dus cel. Ik ga dit verkopen. Met pijn in mijn hart eigenlijk. Dit. Dit. Dat ook. Die goud ook, deze bloem, want ik weet niet eens wat dat er... Waarom dat ik die heb. Dit gaan we ook verkopen. Ja, deze ook. Die citroenen heb ik ook voor geen hol nodig. En deze gaan we ook verkopen. Tada, dan heb ik echt al veel meer plek in mijn inventory. Oké. Dan de volgende stap is Wally zoeken. Want ik heb Wally nodig voor deze opdracht die ik ga doen. Ik ga eerst dit even collecten. Oh, ik kan nog eens collecten. Tju. Nog een keer. Nog een keer. En nog een keer. Omdat ik heel veel in één keer heb gekocht. Oké, Wally. Waar is Wally? Dat is toch zo die game. Oké, daar is Wally. Dus ik ga hier naar teleporteren. Ik heb het juist gezegd, jongens. Ik ga teleporteren. En even wachten. Aha, daar ben ik al. Oké, Wally, waar ben je? Oh, Wally. Ik zie hem niet meer. Oh, hij zou daar ergens achter moeten staan. Ja, dan kan ik hem niet zien, hè, want mini haar huisje staat in de weg. Oké, talk to Wally. Oké. En dan gaan we zeggen, let's hang out together. Ja, oké. Ha, Midi staat in de weg en ik kan er niet wegduwen. Dat is echt irritant. Met sommige karakters gaat dat niet. Met Wally gaat dat ook niet. En met anderen gaat dat dan weer wel. Dus dat is soms heel irritant dat je die niet uit de weg kunt duwen als je naar een plek moet gaan. Want ja, dan staat je soms vast, om eerlijk te zijn. Maar dus, ik heb een beetje in deze wereld verplaatst en zo. En ik heb een hele weide gemaakt aan, ja, hoe moet je dat noemen? Een garden. Kijk, is echt gigantisch. En ik ben van plan om het nog groter te maken. Want eigenlijk zou ik die bomen, zo deze grote stronken, weg willen doen. En dan hier in dit deel ook nog allemaal plantjes willen planten. Maar dus, ik heb Wally nodig om in dit hok te gaan staan. Dus ik moet altijd dat hok verplaatsen, want anders lukt me dat niet. Oké, dus Wally staat... ongeveer goed. Eigenlijk zou ik nog iets meer naar hier moeten komen. Kom hier! Help! Ben je te ver gegaan? Godver.
Dat is echt altijd gedoe. Want dan kan ik dat ding rond hem bouwen. Oké, nee, ik ga het gewoon zo doen. Dan moet ik naar furniture gaan. Zo. En dan op X. En ik weet dat Wally ongeveer hier staat. Dus ik ga dit even weghalen. Dat is altijd een heel gepuzzel, om eerlijk te zijn. Maar dan ga je direct... Zullen we eens kijken wat ik daarmee ga doen. Want dat is best wel cool. Als je ooit zeg maar in deze game zit en je wilt snel muntjes verdienen, is dit echt de manier. Ach, echt. Ik vind het bouwen hierin nog altijd een gigantische struggle. Dat mag je best weten. Ik wil nog eentje. Ja, niet zoveel. Dit is echt de meest grote struggle ooit, het bouwen. Maar echt zonder zeven. Muntjes verdienen zelf makkelijker. Ik denk, waar stond hij nu? Hier ergens. Ik ga echt fout zitten. Oké, en dat dan toemaken. Ja. Oké, nu ik hoop dat Wally in dat hokje staat. Please. Oh ja, zelf Mini zit ermee gevangen. Dat was niet de bedoeling. Maar bon. Nu hebben we dus heel veel van deze dingen die we kunnen harvesten. En ik ga eerlijk zijn, dat duurt wel even. Maar als ik dit dus allemaal zo ga plukken. Door de hele tijd op A te houden. Dan gaat er straks iets gebeuren. Maar... ik ga eerlijk zijn, dit duurt wel even. En dan straks gaan we Wally los doen. Als ik al deze groentjes heb geharvest. En dan gaat er iets magisch gebeuren. Dus, ik ga dit even verder doen. Ik hou hem op A, terwijl dat die alles is aan het harvesten. En zo dadelijk is alles geharvest. Zoals je ziet springen er soms al dingen weg. Maar dus, ik ben aan het uitweiden. Zometeen, als alles is geharvest, ga ik Wally loslaten en gaan we iets heel cool zien. Dus tot zo. Zoals je nu kan zien, is alles gewoon letterlijk helemaal weggehaald door mij. En ik ga je laten zien hoeveel er in mijn inventory zit. Heel erg veel van deze orka, ik weet niet wat het is, spullen. Ik heb zelf mijn inventory leeg moeten maken. Dus ik heb mijn planten seeds even hier gedropt. Maar dus, ik ga je laten zien wat er gebeurt als ik nu Wally vrijlaat. Dus, dan moeten we even terug naar furniture gaan. Oh, naar furniture. Ach. Ik ben niet echt handig met die dingen, om eerlijk te zijn. Oké, dit moet ingeklapt hebben. En dan gaan we dit ding... hier weghalen. Zo. En kijk hoor. Kijk wat er gaat gebeuren met Wally. Hij gaat helemaal naar daar. En dan... woppa! Kijk al deze dingen. Die kan ik nu allemaal zo gaan harvesten. En... als ik snel ben, hoef ik ze niet allemaal één voor één op te tillen. Maar dit zijn er dus echt gigantisch veel, gewoon. Die ik gewoon gratis erbij krijg, omdat ik met Wally dit heb gedaan. Hier liggen er nog drie. En aan de andere kant lagen er ook nog. Veel wat. Tada, tada, tada. Hier zo, deze. Oké. Nu hebben ze bijna allemaal nu nog deze, maar die kan ik niet zo... die moet ik anders... ja, zo. Dat moet ik doen. Oké, dus kijk nu wat er in mijn inventory zit. Heel mijn inventory zit bijna vol. En het leuke hieraan is dat we nu al deze spullen, al die groenten eigenlijk, kunnen gaan verkopen. En het leuke eraan is dat we daar dus heel veel geld mee kunnen verdienen. Ik weet niet exact hoeveel, maar het is heel veel. Dus we zullen even kijken. Doen we een gokje. Hoeveel denk je... stop de video, gok eerst even hoeveel dat jij denkt dat we gaan verdienen met die dingen net te verkopen. Ik wacht.
tip het. Ik wil het weten. Ik ben heel benieuwd. Oké. We zullen ze cellen. Eentje die ik nu al heb aangeduid is 5700. Dus doe nog even een tweede gok als je al je eerste gok gedaan hebt. Hoeveel we hiermee gaan verdienen. Doe het nu. Nu zo. Nu. Ja, ja. Oké. Ik ben kei benieuwd wat jullie gegokt hebben en of jullie juist zijn. Dus we zullen al deze dingen even gaan verkopen. Oeh, dit is echt het leukste. Zoveel geld verdienen. We zitten al aan 51.000. En we zijn er nog lang niet. Oeh, 93, 39, 104. Oh, nee, ja, kut. Honderdeenentwintigduizend. Zoveel verdienen we met dit te verkopen. Laat zeker ook even weten of je juist waard of niet juist waard. Of dat je er heel ver naast staat of niet. Ik ben echt mega benieuwd wat jullie gegokt hebben. Oké, we zullen dit verkopen. Tada! Kijk al die muntjes er ineens weer bij. Ach, geweldig. Maar ik had dus nog heel veel van die pompoenzaadjes gekocht. Omdat dat de duurste groenten zijn. Dus dat betekent ook dat die het meest opbrengen met ze te verkopen. Dus ik ga ondertussen gewoon die allemaal hier planten. Moet ik ze eerst weer terug oppakken natuurlijk. Zodat ze terug in mijn inventory passen. Zo. Ik heb er echt veel van gekocht. Maar die heb ik ook echt allemaal nodig, vrees ik. En dan kan ik die hier allemaal gaan zitten planten. Wat ook weer een hele tijd gaat in beslag nemen. Maar dat doe ik gewoon door aan te houden. En spijtig genoeg regent niet, want anders hadden die direct water gekregen. Maar nu moet ik eerst heel die dingen planten om daar nog water te geven. Maar dus, dat gaat een hele lange tijd duren. Maar daarmee ga ik wel gigantisch veel muntjes verdienen. Want ik geloof met één pompoen te verkopen, dat ik 600 en zoveel muntjes verdien. En ik heb meer dan... Ik heb bijna 400 van die pompoenen. Dus 400 maal 600. 600. En dan nog weten dat ik waarschijnlijk nog een stuk of 200 er zou bij krijgen, omdat ik dat met Wally zou doen. Dus ja, dat gaat mij echt heel wat geld opleveren. Dus laat het een gratis tip zijn voor als je deze game ook hebt en je weet niet hoe je snel muntjes kunt verdienen of je hebt geld nodig. Ga gewoon een heel veld met putten graven om dan zo groenten te laten groeien en daar gaat je gewoon keiveel mee verdienen. Ik ga dit natuurlijk nog even lang verder blijven doen. En in de volgende video zal ik zeker laten zien hoe het is om deze pompoenen te harvesten. En ik denk ook dat ik nog meer van mijn veld ga... dat ik eigenlijk mijn veld gewoon ga uitbreiden, zodat er nog meer pompoenen op geharvest kunnen worden. Waardoor ik nog meer geld zou kunnen verdienen. Dus dat zal ik je sowieso in een volgende video laten zien. Heel erg bedankt om er vandaag weer eens bij te zijn. Vond je deze video nu leuk? Laat dan zeker even een like achter. En als je me nog niet volgt, doe dat dan zeker. Want dan mis je geen enkele video van deze leuke gaming video's. Alvast heel erg bedankt en tot volgende keer. Oké, bye!